Ukulele is een leerorkest met kinderen die instrumenten bespelen. Een orkest is zo een heel grote groep met veel instrumenten. Ja, ik speel saxofoon en dat vind ik heel fijn, omdat er ook veel knoppen zijn en kun je zo veel uitproberen. Toen ze me de vraag stelde of ik wilde meewerken aan dit project, ja, toen moest ik even nadenken van, ja maar, hoe gaan we dat precies aanpakken? En we hebben een heel korte voorbereidingstijd, er waren 12 lessen eigenlijk. En dan was er al een concert met kinderen die eigenlijk nog nooit gemusiceerd hadden, die het instrument nog nooit in hun handen hadden gehad. Maar ja, ik vond het een schitterend project, een enorme uitdaging. Ik ben er helemaal voor gegaan. En, ja, vind ik ook. Ja, en het is gelukt, hè. Het was super. Ik was heel nerveus en ik vond dat mooi en ik vond iedereen heel mooi, ook mezelf. Ik vond het heel prachtig, een heel mooi optreden van de kindjes. Ja, ik dacht dat gaat een beetje chaotisch uitdraaien, want die kinderen moeten allemaal noten leren, dacht ik. Maar uiteindelijk is het toch allemaal heel goed gekomen en de manier waarop jullie het geleerd hebben is wel heel mooi. Ik ben trots op al die kinderen die op het podium staan. En het is een hele goede innovatie voor kinderen die hun talenten gaan ontdekken. Eigenlijk hoop ik dat ook de meeste kinderen iets mee gaan verder doen. Bijvoorbeeld naar de muziekschool gaan en dat dat eigenlijk de aanzet is tot, tot meer voor de meeste mensen of voor de meeste kinderen of ouders. Ik had het eigenlijk al een beetje gehoord dat het in het bos was te doen, maar dat het zo mooi ging zijn en zoveel dierengeluid had ik echt niet verwacht. En nu komt mijn aanmanend. De eentjes. We hebben nu heel veel ritmes geleerd en we hebben ook zo over in het bos te gaan, de wind en zo. Dat vond ik heel fijn. Ze hebben geleerd om niet alleen om het instrument te bespelen, maar ook om in groep iets samen op een podium neer te zetten en om samen iets er moois van te maken. Wel, ik moet zeggen, ik heb al veel concerten gehoord, hè. En ik ga er zelfs nog veel horen, maar dit concert is iets unieks geweest. Waardoor kinderen die eigenlijk geen noodmuziek kunnen leren, toch zich kunnen, muzikaal kunnen uitdrukken met klanken door middel van een instrument. Hè. De wind die ze blazen, ze hebben letterlijk wind uit een instrument gekregen, ze hebben verhalen verteld. Ik denk dat de kinderen heel veel dingen hebben geleerd. Ze hebben sowieso leren musiceren. Ja, ze drukken zich uit op het instrument, ze kunnen noten spelen, ze kunnen klanken maken, bepaalde liedjes, ze kunnen zingen, ze kunnen klappen in de maat. Ze hebben geleerd om samen te werken in het orkest. Hè. Iedereen is gelijk, iedereen moet kijken naar de dirigent en moet het er samen voor gaan. Dus ik vind dat ze heel veel geleerd hebben. Een slang. Ik heb valse noten gehoord in die zin dat ze niet allemaal juist gestemd waren of juist op dezelfde toonhoogte waren. Hè. Maar in dat verhaal, het gaat over de klank die ze produceren. Hè. Het geluid dat ze uit een instrument krijgen. Ja, ik wil later ook instrumenten spelen. Ik vond het wel heel fijn om te zingen en de muziek te spelen. En ik vond het heel fijn. En ik wil blijven doorgaan met muziek. Ja, hij wil zelf wel heel graag ermee verder gaan. Dus we zullen zien, misschien volgend schooljaar. Zij speelt al gitaar ook thuis. Dus ons volgende plan is altijd verder gaan met muziek. Ja, Lida doet geen muziek. En voor haar was het een enorm mooie ervaring. Zeker het enthousiasme. Iedere week, elke week van oh, vrijdag, ja, ukulele. Ja, het was gewoon super. 2, 3, 4.